Wereldkampioen Paul Herreigers verwelkomt Ben Berde opnieuw op de cross. De 2 jaar schorsing waren voor Berde vooral 1 grote levensles. Oh, ik heb in 2 jaar veel meegemaakt. In 2 jaar ben ik serieus gekneed geweest, zal ik maar zeggen. En ik kan veel verdragen. Ik weet hoe de maatschappij en het leven in elkaar zit. En dat is niet veel wat mijn moment kan teleurstellen. Berde is vooral blij met de nieuwe kans. Schitteren, dat is nog wat anders. De kans dat ik echt vandaag schitter zal 30% zijn. Ik heb al conditie, ik heb wel een vorm. Maar om echt 2 jaar competitie na te bootsen is niet evident. Nee. Berde verrast met een zeer snelle start. Van een startplaats achter in het peloton rukt hij meteen op naar de 4e plaats. Maar daarna zakt hij weg. Het is nog veel te vroeg om mee te spelen voorin. En dat is niet meer dan normaal. Voorin gaat de tussenwereldkampioen Vervecke, de Fransman Gadré en de Nederlander De Knecht. En die 3 spurten voor de overwinning. Geen mens die met het bloot oog kan zien wie wint, behalve de officials die De Knecht als winnaar uitroepen. Maar op onze beelden zijn we overtuigd dat niet De Knecht, maar wel Vervecke rechts in beeld wint. Wow, ik had er wel meer van verwacht, maar dat was te denken. Hè. Trainen en koers zijn veel verschillen.